De afgelopen anderhalf jaar heb ik ruim 20.000 euro in de webshop gestoken. Hoe en wat we hebben gedaan en hoe we tot dit bedrag zijn gekomen en wat er allemaal is gebeurd... ...gaan we in deze podcast met jullie bespreken. Wat nog leuker is, is dat er op dit moment een nieuwe collectie uit is. De? Overprikkeld collectie. Ja. En er zit ook nog iets anders leuks bij. Want? De Vrolijk van Binnen. Ja. Is ook uitgekomen. En uh, je kunt ze nu bestellen. Ja, het is komende 24 uur als deze podcast online staat. Als je hem kijkt op woensdag om 5 uur, dan is die 24 uur live. Iedereen kan bestellen, zodat iedereen ook een eerlijke kans krijgt. En daarnaast hebben we ook meer maten beschikbaar deze keer. Ja, het gaat van XS tot drie keer XL, ja. dacht ik. Dus voor ieder wat wil, uh, ga naar vetgezellig.nl. En mocht je het interessant vinden, gaan we dus nu het hebben over de reis van de webshop. Mijn reis, jouw reis. Uiteindelijk ook mijn reis. En ga <laughs> ik aan het einde ook het financiële deel bespreken. Want dat is iets wat ik heel veel mis online. Is open en eerlijk zijn over getallen en wat het kost. Nou heb ik toevallig ook laatst online ook zitten zoeken. En toen kwam ik dus tegen dat ruim 80% van alle webshops die in Nederland er zijn geen winst maken. Dat dus is ze eigenlijk gewoon een hobby. Ja, blijkbaar. En dat een... Normale investeringskapitaal voor een webshop 25.000 euro is. Okay. Dat is gemiddeld ook. Maar dat is gewoon uh, over een periode van of dat? Ja, dat weet ik. Dat stond er niet echt precies bij. Okay. Maar er stond in ieder geval dat er een, een investering van 20.000 25.000 20 25 euro nodig was. Nou, dat is ongeveer wat ik zelf ook heb gedaan. Ik dacht in eerste instantie dat het best wel veel was, maar bleek dus niet zo te zijn. Mm -hmm. En heel veel uh, bedrijven. Uh, zitten vooral in uh, kleding, uh, elektronica en wat was er dan nog meer? Volgens mij kleding en elektronica waren een van de grootste. En dropshippen. Oh, en eten. Ja, dropshippen, maar dat is elektronica vaak. Oké. Okay. Ja, de webshop is ruim anderhalf jaar, bijna. Nee, ik denk ruim anderhalf jaar geleden online gekomen. Maar daarvoor waren er natuurlijk veel meer pogingen tot een webshop vanuit mij in ieder geval. Ik begon in 2011. Het 25 oplagen shirt. <laughs> die heb ik laten drukken bij een uh, drukker in, in Amsterdam. Yeah. Um, die ging ik toen zelf met de bus ophalen. Heb ik zelfs toen nog gefilmd, weet ik nog. Um, was daar heel erg trots op. Fotootje gemaakt, online gezet. 25 shirts verkocht, volgens mij binnen een paar weken of zo, dacht ik. En toen begon een beetje mijn reis met shirts. Ik wilde dat eigenlijk al heel lang. Uh, alleen ik wist niet hoe. Het is ook best wel een hoop geld. Destijds kostte het volgens mij rond de. Ja, ik dacht 200, 500, 300 euro. En ik was student. Dat was best wel veel mm. om dat dan in één keer te moeten betalen. Want het was safe druk, ik wilde wel de beste kwaliteit. Dus ben ik dat gaan doen. Die 25 uh, verkocht en toen uh, weer een nieuw shirt gemaakt, daar ook 25, volgens mij van verkocht. Toen nog een shirt en een trui gemaakt. Daar heb ik toen een oplaag van 50 gedaan. En toen op een gegeven moment mocht ik dus voor een, 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 een telecomprovider in Nederland. Uh, die bestaat volgens mij niet meer. Of is nu overgenomen door een Belgische partij, bliep. Was voor jongeren. Daar heb ik toen een, een collectie voor gemaakt van vier verschillende shirts en truien. Nee, twee, één trui of twee truien en drie shirts. Volgens mij. Ik was toen echt aan het bouwen aan iets wat ik heel graag zelf wilde. Ja, namelijk precies. een webshop met allemaal uh, spullen erop. Alleen, het was best wel houtje touwtje. En ik verkocht het vooral via Twitter en via. Ja, volgens mij vooral, vooral via Twitter. De investering van de shirts waren al best wel was best wel hoog. Ja. En dan een webshop. Nou, je weet hoeveel dat nu kost. Dat was toen ja, nog precies. niet zo duur voor hoeveelheid bezoekers wat ik mm. toen had. Maar ja, als student probeer je alles uit te sparen. Dus uh, ik dacht, nou ja, ik verkoop ze toch altijd via uh, Twitter. En dus ik heb volgens mij in het begin, de eerste drie jaar, alles bij elkaar rond de 200 shirts verkocht, denk ik, of zo. Zoiets, misschien okay. net iets minder dan 175. Dat is toch best netjes. Best netjes. Alles gezeefd, maakte geen winst, want alles investeerde ik gelijk eigenlijk weer terug in de nieuwe. Oké. Okay. Tot een punt dat ik zelfs op een gegeven moment dacht: van... Oké, okay, ik wil een keer echt een collectie maken met labels erin. En uh, ik had toen het merk Smoke Dog. dat is ook het bedrijfsname eigenlijk die ik nu nog steeds heb. En toen hebben we labels laten drukken, was in Hoofddorp bij een, uh, een, een, een drukkerij. Uh, toen hebben we uh, drie Prins laten drukken. Eentje met vijf kleuren. Was heel okay. duur. Was een trui met die grote eend, weet je wel. Die heb jij oh, ook yeah, uh, die yeah. hebben toen laten maken. En toen heb ik duizend euro van Sas destijds geleend om <laughs> dat te kunnen doen. Alleen ik had een beetje een inschattingsfout gemaakt, want ik had van sommige prints iets te veel gemaakt. Mm -hmm. Waardoor ik tot op de dag van vandaag nog steeds die shirts heb liggen. De trui was uitverkocht en een shirt was uitverkocht. Ik kan me niet eens meer herinneren welke shirt het was überhaupt... hoe die eruit zag. Nee. Nee, ik, we zijn toen wel echt naar de drukker gegaan... Om, ik wilde voelen of, of fab, uh, fabriek. hoe noem je dat? Bij uh, bij, wat voor een, een stof. stof? En hoe goed het was. Ik heb toen een fout gemaakt met de trui. Mm. Uh, want uh, uh, die hadden we laten drukken... en ik had gezegd dat ik een bepaald soort trui wilde. Die trui die het is geworden, die wilde ik juist niet... want die vond ik niet mooi. Toen heb ik volgens mij... Nou ja, 150. Ja, dus ik denk 200 items laten drukken. Ja. Uiteindelijk, nu heb ik er nog 25 over in totaal. Maar dit is 2015, dus een hele lange tijd geleden. En toen, daarna durfde ik eigenlijk niks meer. Want die. <laughs> ja, want durfde die, helemaal niks meer. Nou, ik durfde niks meer, nee. Qua Geen drukken, investeringen meer te nee, doen. Nee, want het, het, het werkte toch niet zo heel erg goed als dat ik had gedacht. De prints die ik maakte waren misschien. Misschien iets jongensachtig en uh, de doelgroep die ik had was meer vrouwen. Ja, ze waren wel echt jongensachtig. Ja, ja dus ja. dat is best wel lastig, denk ik. Mm -hmm. Nou, ik moet zeggen, ik heb uiteindelijk volgens mij 150 items verkocht. Die trui was in één keer weg. Dat was volgens mij binnen twee dagen of drie dagen of zo. Die grote gele kroket. <laughs> uh, dat was een eend. Oké. Okay. Maar uh, die was in één dag uh, of in twee dagen was hij weg. Maar voor de rest uh, hebben we, nee, nou trouwens, misschien had ik nog een paar van die kleine maatjes en één heel grote maat ja. die had ik over. Maar voor de rest was alles weg. Mm -hmm. um, maar de shirts liepen niet zo heel erg goed. Ik denk dat ik daar eigenlijk wel een inschattingsfout voor mezelf heb gemaakt dat ik uh, de verkeerde prints heb laten drukken. Ja, het was, wel heel, het was natuurlijk jouw logo heel groot ook. Dat, dat is één ding. En ook had ook mutsen trouwens laten maken. Denk ik oh ja, ook die ook. heb ja, ik ook nog. Daar was ik ook niet enthousiast over. Nee? De grap is dat als, op het moment dat je dus producten laat maken. dan heb je in een hoofd een bepaald soort vormgeving voor je. en hoe het ja. er dan uitkomt. En dan krijg je ze en dan denk je. je oh, heel vaak stelt teleur, hè? stelt best wel vaak teleur, ja. Toen heb ik jaren niks meer uitgeven eigenlijk. Uh, ik heb wel schilderijen verkocht. Uh, op een gegeven moment zijn wij prins gaan doen. Mm -hmm. Uh, jij hebt op een gegeven moment een autisme-print gemaakt en die mocht ik uh, uh, ja, uitbrengen. Yeah. En er was ook best wel veel vraag naar eigenlijk, yeah. dus dat was wel echt uh, super tof. En toen begon het wel weer een beetje te kriebelen. Ik had nog wel een webshop, want ik heb ooit een webshop laten bouwen door uh, uh, een gast die ook bij bleep freek. Mm -hmm. Je kent hem freek. Ja. Yeah. De, uh, de kat. Freek de kat inderdaad. Nee, <laughs> uh, freek in Duitsland. Die webshop bestond nog, dus daar hebben we best wel. Daar heb ik toen wat printjes op verkocht, uh, die autisme-print vooral. En op een gegeven moment kwam ik wel tot de conclusie dat ik wel meer wilde. Ja. En jij had ook wel een beetje een droom. Jij vindt het ook leuk om dingetjes te maken. Ja, nou ja, ik heb mijn hele leven heb ik dingen allemaal gemaakt gewoon uh, voor de lol. Mm -hmm. Omdat ik uh, ja, nooit echt uh, iets durfde te beginnen überhaupt voor mezelf. Of niet echt dacht van hoe en wat. Maar ik had wel een droom: iets van een shop leek me cool of um, ja gewoon een klein webshopje inderdaad met dingetjes. En toen kwam ook wel weer een beetje het, uh, het naar boven van dat ik eigenlijk kleding heel erg leuk vond om te maken. Um, we zaten destijds was het eind 2021, nou ik denk ergens volgens mij oktober, november 2021, ja. um, dat we op een gegeven moment uh, een vlog aan het kijken waren van Masha. Oh ja. En dat we de cricket zagen en dachten van. Hey, dit is wel interessant. Ik had hem eigenlijk al bij iemand voorbij zien komen. Ja. Van, uh, uh, zij zit ook in het documentaire van de autisme, Samira. Oh, ja, ja, ja. Die had op story had ze dat ding. Ze dus had ik ja. al aan haar gevraagd, wat is dit? Want het ziet er cool uit. Ja. Toen zei ze van ja, ze is een snijplotter, dat ze doorgestuurd. Toen Dacht ik wel van wow, duur ding. Toen dacht ik van ja, maar ja, misschien wel tof om te kopen, want dan kunnen we in kleine getalen dingen maken. Toen was nog het idee om verschillende prints te maken en dan die te kunnen gaan uh, drukken. Ja. Toen dacht ik nog dat het een slim idee was uh, <laughs> om dat zo te gaan produceren. Maar het is niet voor niks dat mensen het uiteindelijk uitbesteden aan een drukker. Merkte ja. ik later, maar daar komen we zo wel op. Ik vergeet nog wel te vertellen dat ik in de tussentijd, tussen 2015 en 2021, nog wel een shirt heb uitgebracht over mentale gezondheid. Oh ja. um, was in de tijd dat mijn documentaire live was en er stond op: Ik ben niet gek, ik heb uh, ADHD of ik ben niet gek. De, ik heb een depressie of ik ben niet gek ik ben ik heb een angststoornis mm -hmm. dat waren shirts die we toen destijds hebben laten maken dat was ook trouwens op die manier volgens mij was het ook met de snijplotter die dingen Echt? gemaakt ja volgens mij wel oh. dat de lieten we door iemand anders doen ja. uh, en ik heb dat vogeltje nog gedaan dus ik ook nog over nadenken ja te je hebt geborduurd dat vogeltje ja, ja ik had die al een jaar liggen en toen zei je waarom heb je die nog steeds niet uitgebracht dan want toen durfde ik het eigenlijk niet aan. En toen hebben we het op voorinschrijvingen gedaan. En daarna is het dan oh ja, gewoon. geproduceerd. ik kan me niet meer herinneren. Ja, <laughs> ja, dus ik ook nu net ineens te bedenken. Soms vergeet je dat soort dingen. Maar eigenlijk in de hele levensloop vanaf 2011, dus de afgelopen uh, 13, 12, 12 jaar, yeah. heb ik altijd shirts willen uitbrengen. Heb ik altijd al iets mm -hmm. met een webshop, met, met producten. Uh, mijn boek kwam op een gegeven moment natuurlijk uit. En dat yeah. was ook wel weer een ding dat ik dacht, oh ja, dat is wel vet. Weet je wel, iets van jezelf te kunnen uitbrengen. Ja, dat is hartstikke cool. Ja. Je eigen producten. Nou, toen we, hadden haalden we dus de Sniplotter uh, had ik gekocht. Dat ding was echt uh, een grote investering. De eerste ja. grote investering die ik denk <laughs> deed voor de nieuwe webshop. Daar leek ook steeds meer bij te komen. Want dan had je dit niet. En dit had je eigenlijk ook moeten hebben. En dat moest er ook nog bij. Ja, ik denk dat ik uiteindelijk uh, aan het einde van de rit al 750 euro. Uh, had je echt drie uh, van die persen uh, staan? Hè? Een kleintje, een iets grotere, nog grotere. Ik heb nog niet. Ik heb twee. Ik heb maar twee. Van die uh, dingen. Ja, maar je hebt zo'n klein dingetje. Je hebt zo'n ding. En dan heb je nog zo'n Ja, die mee. heb ik pas uh, een oh, jaar dus die, later oh, gekocht. Oh, okay. <laughs> dat klopt niet helemaal. Die grote, ja, die heb ik toen gekocht. Omdat ik dacht van... Oké, okay, dat gaan we allemaal zelf doen. Maar dat is uh, misschien niet de meest handige ja. investering geweest. Een van de dingen die we wel belangrijk vonden... is om echt een goed shirt te hebben. Uh, heel eerlijk gezegd was er dus ooit een shirt... dat ik heb uitgebracht dat ik dacht van... die vind ik niet zo heel goed. Uh, de trui was wel mooi, maar het shirt... Uh, was een beetje van slechte kwaliteit. Toen kwamen we op het merk Stanley Stella uit. Een Belgisch merk, fair trade, biologisch katoen. Echt super mooi. Hebben we toen besteld. Mm -hmm. Hebben we toen ook nog gefilmd. De eerste keer dat we het uitpakten en dat we dachten van wow, dit is echt mooie kwaliteit. Dit is echt mooie kwaliteit. Het dus is ook de mooie. Is echt heel mooi. De boord is ook mooi gestikt. Heel zacht. En heel zacht. Ik denk dat we dit moeten gaan doen voor de shirts. Ja. Dan is het wel wat duurder, maar dan is het wel echt kwaliteit wat je krijgt. Als ik het vergelijk met de shirts die ik toen ooit heb uitgebracht, is dit wel echt... Dit is toch veel beter dan zo'n. Uh, ja, het is helemaal lekkere loon. stof. Het is wel echt fantastisch van dit hoor. Yeah. Vind je niet? Zo. So. Eén probleempje ervan was wat, dat het wel wat duurder was. Dus we moesten de shirts ook wat duurder maken. ...als dat ik in eerste instantie voor ogen had. Ja, die wil je natuurlijk altijd als goedkoop mogelijk aanbieden. Ja. ja maar ik kon niet met deze kwaliteit ook. Nee, en ik, ik heb in de tussentijd ook wel geleerd dat um, dingen geld kosten. Ja. En dat je als bedrijf zijnde ook geld. Het moet geld opleveren, want anders kan je niet nieuwe investeringen doen. Kan je ook niet hetzelfde van leven. En dan kan je op een gegeven moment ophouden met het maken van die producten. Wat wel interessant was, want uh, vertel jij trouwens daar eens over. Want jij hebt best wel vaak tegen mij gezegd van... ja, ik dacht altijd als uh, YouTubers of zo iets promoten. Nou, zeker ja. Ik kan me nog ook herinneren. Dat was voor zo'n... Um, uh... Ja, weet heet dat, de boxingclub of zo, van ja. Mo Monika Geuze? Nou, het, was, het was niet van haar, hè? of wel? Een deel van haar. Een deel, of weet ik veel wat. Was maar zij ging zo'n favoriete box uitbrengen. En uh, mensen waren helemaal enthousiast. Want het waren al haar favoriete producten met een waarde van. Uh, was dat erin 700 euro of zo? 700? Nee, ik weet het niet zo goed. 300 meer. toch of zo? Nou oké, okay, 300. Ik weet echt niet meer ja, zo lang. Ja, nou, het was in ieder geval. Een ja, en dan aan, was ja. het iets van 70 of 80 euro, die box, kan ik me herinneren. Ja. En er zat ook een, een heel dik magazine in met foto's van haar. en... Um, die, die box dus, die was uh, zwart met goud en al, helemaal... Uh, nou, het zag er fantastisch uit. Ja. Maar in die tijd dacht ik van... Nou, dat is lekker makkelijk verdiend. Hoeveel boxen zou ze verkopen? Een paar duizenden. Uh, keer zeventig. Uh, ja. <laughs> dat is dan wat je... Uh, da, ja, dat, is, dat, duurt, dat is wat je het overhoudt, ja, dacht je dan da, 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 dat is zo'n stom gedacht. Maar ja, nee. dan ben je ook wat jonger en... Uh, dan heb je verder ook helemaal nie, uh, niet... kaas van gegeten, dat je alles moet inkopen... en hoeveel geld alles kost. Lasting. Want alleen dat magazine bijvoorbeeld... nu weet ik gewoon dat dat echt duur is. Ja. Ja, ja, heel veel mensen vergissen zich erin hoeveel iets kost en hoeveel ja. het echt oplevert. En maar ook die doos Want verpakkingen, ja. weet je, verpakkingen zijn echt een van de duurste dingen die. Uh, dat is niet normaal. Dat en is zeker. Een de, laatste tijd, ja, de laatste tijd is dat echt steeds duurder geworden. Ook omdat kartonprijzen en papierprijzen heel erg hoog ja. zijn. Geworden. En dan heb je een klein logetje ergens in de hoek staan. En dit was gewoon een hele zwarte box ja. met goud, uh, uh, goudfolie erop en alles. Ik weet niet precies hoe het in elkaar zat, maar. En ik weet dat, dat die doos wordt helemaal de grond ingestampt. En lekker geld verdienen over de rug van je volgers. Dat was dan. Uh... Ja, ik vond dat toen al destijds, vond ik dat al echt al toen ik dat zag. Dacht ik van, mensen, jullie hebben echt totaal geen idee. Tuurlijk, ze zal echt wel dingen goedkoper hebben gekregen. Maar ik weet 100% zeker, en voor mij heeft ze dat zelf ook gezegd, is dat ze aan die doos geen ene heeft heeft verdiend. Nou zei zij op een gegeven moment in de video van, ja, het was alleen maar investeren nog. Ja, dat, ik dat, heb dat, er ik... nog niks aan verdiend. En dat is het hele ding. Dat is ook de ding waarom ik deze podcast wilde maken, is om eens te laten zien van joh. Een bedrijf is investeren, een webshop is investeren. Het klinkt superleuk, weet je wel? Mm. Uh, dat je en en ik vind het ook superleuk. Dat is het ook niet. Maar het, het kost heel veel geld. Je moet echt wel iets hebben om om uh, te kunnen uitgeven om dit ook uh, tot een succes te maken. Natuurlijk. Monika die had haar eigen platform om het te verkopen. De meeste mensen die een webshop hebben, moeten ook nog eens promotiekosten promotie gaan betalen, waar maken, wat meestal het duurste ja. is trouwens. Yeah. Maar we hadden dus de shirts. En wilden dus voor kwaliteit gaan zitten. Maar dat, mm -hmm. daardoor worden die shirts ook duurder. Ze zijn ook de afgelopen anderhalf jaar, sinds dat we het maken, worden ze ook steeds duurder. Yeah. De, überhaupt de shirtprijzen zelf, maar ook met de prints die we deden. Op een gegeven moment gingen we wel Op borduren. borduren is dan weer een duurdere techniek. Om mm -hmm. nou goed, om een beetje terug te nemen aan het begin. Um, Wat die shirts besteld. En volgens mij hadden we in totaal iets van 100 shirts besteld. Of Ik denk iets minder. 75. Ja, zoiets. We hadden 25 van die overprikkeld met uh, die uh, holografische. Ja, we hadden inderdaad... Uh, dan hadden we uh, misschien S tot L. Ja. Niet eens uh, nee, XS niet, volgens mij. Nee, nee, nee. we hadden X, S tot L en 1XL volgens mij dan. Oh ja, ja heel weinig... Uh, Maten, in ieder geval. Ja, en dat deden we expres omdat we gewoon niet wisten, weet je, we wilden de meest gangbare maten doen die we dachten van oké, okay, die ja, worden er. Het, en het meest is ook kort. gewoon zonde om natuurlijk met van alles te blijven zitten, want dat had jij nog in je hoofd met die uh, ja. smoking dock dingen. Ja, terug te, daarop te komen heb ik ook het idee: ik wil zo min mogelijk stok hebben. Ik ben namelijk niet echt een voorstander voor hele grote bedrijven die. Super Allemaal veel kleding weggooien en, en kleding en dat soort dingen. Daar ben ik gewoon geen voorstander van. Fink en geen korting. Uh, qua wel zo'n korting maar ja. niet dat je na, dat je denkt, van ik moet er van af dus ik gooi ze voor 50%. Nee. Dus wij produceerden eigenlijk zo min nou, niet zo min mogelijk, maar zo, zo maximaal mogelijk. Dat we wisten, oké, okay, dit gaat sowieso verkopen. Mm -hmm. Omdat we niet met stok achter willen blijven zitten. Uh, en het kost ook heel veel tijd en energie om het te maken. Maar daar kwamen we later pas achter. Ja. Want we hadden dus die drop gedaan. En we dachten van joh, dat duurt. Een maand of zo en dan is misschien alles uitverkocht. We doen het lekker rustig, kunnen we het drukken en het komt allemaal goed. Ja. Toen bleek het dus binnen drie uur allemaal uitverkocht, alle producten. Maar was dit de keer dat wij hem open hadden gezet? Of? Ja. ja. Okay. Oh ja, toen hebben we hem, hadden we hem toen ook nog open gezet. Dat is waar. Ja, ja want oh wij ja. hadden er geen flauw idee wat we eventueel zouden kunnen verkopen. Nee. Ze hadden dat aangekondigd, een videootje gemaakt en ja. foto's geplaatst. En uh, toen dachten we, nou laten we hem gewoon open bestelling. Want we kunnen altijd nog shirts bestellen bij dat, uh, bij dat bedrijf. Ja. En dan ja. maken we ze gewoon. Maar ja, wat hadden we hadden gedacht misschien dat er een paar overheen zouden zitten. Ja, we tientallen. dachten misschien dat je, dat je een paar uh, XL's meer of een paar uh, S's ja. meer of zo. Weet je wel, maar, daar hadden we niet zoveel van besteld. Nee, we hadden er misschien 175 hadden we er liggen. Maar uiteindelijk werd 200 nog gehad. Ja, wat er besteld ik was. We, ik weet no ja, 250 of zo, hè? Ja, en toen schrokken we. En toen dachten we van... ja, maar dit kunnen we eigenlijk met z'n tweetjes ook helemaal niet doen. En daar hebben we toen echt een hele grote fout gemaakt. Maar daar ga ik het daar ook even over hebben. In ieder geval, we zijn toen die avond... Uh, ben ik toen naar kantoor gegaan om gelijk te gaan drukken. Ja. Want anders ging, we niet, ging ik het in ieder geval niet redden. <laughs> we wilden ook nog natuurlijk nog wel onrealistisch... dat het dan binnen drie werkdagen nog bij diegene thuis was, ja. volgens mij. Waar ik toen dus nog niet over had gedacht... is dat we ook... Uh, goede verpakkingsmaterialen moesten hebben. We mm, uh, willen een kaartje en dat soort dingen. Daar hadden we allemaal niet over nagedacht. De grootste fout die ik heb gemaakt is destijds dat ik ging drukken. Ik heb allemaal zelf gedrukt, allemaal handmatig. En op een gegeven moment ging het aan zo'n lopende band. Heb ik een fout gemaakt met het drukken, waardoor uh, na een paar weken de print loskwam. En ik denk dat er best wel wat van jullie misschien zijn die dat hebben ervaren. Dat is echt een fout die ik zelf heb gemaakt. Hebben we op een gegeven moment... Zijn we erachter gekomen toen we in Zwolle waren. En ja. dan hebben we nog in, in de hotelkamer. Heb jij? Toen was een jij heel een helemaal wiltje. gestrest. Dat je dacht: als al die dingen terugkomen, dan moeten we 200 nieuwe dingen gaan maken. Ja, dat was natuurlijk gewoon, dan ben je veel meer geld kwijt dan dat er binnen was gekomen. Ja, dat was wel echt een. een dat was echt ja. een. Uh, maar je, je kon Ook nou... voor de naam vond ik het kut hoor, want ik wilde juist kwaliteit leveren. Ja. We hadden hartstikke mooie shirts geïnvesteerd, we hadden... Uh, de druktechniek was gewoon goed gedaan, het ja. was gewoon echt netjes allemaal. Maar ik heb gewoon een fout gemaakt met het, 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 het maken van de producten. De shirts die we hebben verkocht, lijkt nu een patroon in te zitten dat de zwarte shirts er iets mee is waardoor de print een beetje loslaat bij sommigen. Gelukkig niet bij iedereen, tenminste hoop ik niet bij iedereen. Ik moet wel zeggen dat ik dat wel. Uh, ik vind dat wel lastig. Want ik denk, ja. We hebben gewoon. We hebben... Het is zoveel werk geweest. En ja, uiteindelijk gaat het me dadelijk meer geld kosten als dat opgeleverd is. Dat zou echt heel zonde zijn. Je leert er wel van voor in de toekomst, dat wel. Maar het is wel jammer. Omdat we een half jaar hebben getest met die andere shirt. Weet je, de eerste die we deden was een half jaar. Toen heb je hem al een paar keer gewassen. Er was niks meer aan de hand. Dus ik snap er echt geen reet van wat er nu aan de hand is. Ze zeggen het toch ook vaak dat je je kleding moet wassen wanneer je het uit de winkel haalt. Ja. Om een bepaald laagje weg te halen. Ja, maar het moet wel er moest 24 uur moet het erop blijven zitten voordat je überhaupt moet gaan wassen met de cricket. Oké. Okay. Dus dat moet sowieso. Ja. Ja, dat is, dat is wel goed, want de me, de, 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 ze lagen al bij ons, allemaal. Ja. Maar ja, het is nu een soort van tikkende tijdbom die uh, elk moment kan afgaan. Dat ik weer een mailtje krijg van ja, de letter hebben we losgelaten. Maar ik vind eigenlijk het vervelendst nog dat, uh, dat het lijkt alsof we een of andere crap aan, aan het verkopen zijn. Toen besefte ik me: oké, okay, dat produceren van die producten. is logisch dat je dat gaat uitbesteden. Want het gaat gewoon niet. We hadden zoveel. Overprikkeld items, eigenlijk. Het was eigenlijk zo populair geworden. Bij de eerste druk, eigenlijk al. Toen hebben we nog wel een druk met die holografische extra gedaan. Dat ja, die heel ja. erg populair was. Hadden hadden er 150 van, volgens ja, mij. Van tevoren alles gemaakt. Ja, alles gemaakt. Alles netjes al. Zodat we gewoon in één keer konden wegsturen. Ja. Um, maar toen kwamen we erachter dat dit gewoon niet rendabel was. Uh, het kostte veel te veel tijd. Het leverde eigenlijk te weinig op. Uh, in die zin. Uh, natuurlijk, uh, uiteindelijk kostte zo'n shirt om te maken. Met al mijn uren en dat soort dingen rond. De, wat was het nou? Volgens mij zat, zat ik rond de, rond de 18 euro per shirt. Yeah. En eigenlijk, wat ik heb geleerd, uh, is dat je een, een product keer twee of het liefst keer twee en een half moet doen, de kostprijs, yeah. om dan. Een goed win, uh, ja, om een goed lopend bedrijf te hebben. Om, ja. dan, om dat verder te kunnen investeren. Dan moet je investeringskosten hebben. Dan. dan heb je personeelkosten. Je hebt uh, webshop, uh, wat je ook moet betalen. Want daar denken vaak mensen ook niet aan. Mm -hmm. Webshop kost geld. Ik heb ben overgestapt van WooCommerce nu weer naar Shopify. En Shopify kost gewoon al 700 euro per jaar. Om dat alleen al te hebben... Dan ja. heb je nog niet eens de transactiekosten en dat soort dingen meegerekend. Dan heb je alleen dat. We wilden wel de beste kwaliteit leveren, maar we wilden wel de, de, de prijs zo laag mogelijk houden. En nou was het wel grappig, ik kreeg best wel wat reacties van dat mensen het duur vonden. Maar de kwaliteit van katoen die wij gebruiken is gewoon echt de hoogste wat je op dit moment kan ja, halen. Dus ja, uh, je kan bijvoorbeeld een shirt uh, makkelijk voor 100, 150 euro verkopen. Uh, omdat die kwaliteit die het heeft, dat is het ook gewoon. Nou, dat hoorden we dan, hè, dat er bedrijven zijn die deze ja. items gebruiken en dan uh, gewoon voor bij de bijenkorf voor 150 euro Ja, Dat deze kwaliteit gewoon daar ligt, maar wij wisten dat eigenlijk ook niet, hè, nee, nee. dat dit echt zoek, uh, dat dit een heel, uh, ja. Gewild ge en... en gewild ook. Ja, ja, heel gewild inderdaad. Want daarom hadden we ook nog een fout gemaakt. Uh, voor mij was dat met die truien. Op een gegeven moment zijn we gaan borduren. Want ik dacht van oké, okay, borduren gaat in ieder geval niet loslaten. Ja. Maar dat heeft een hoop <laughs> investeringskosten. Uh, ik heb dat overigens allemaal ook opgeschreven. Dus ik ga het er heel even bijpakken Destijds voor de shirts, truien en alles wat we hebben laten borduren. Moest ik toen investeren van 5301,49 euro. Om de truien, die gele trui, oh ja. de, de uh, natural raw uh, shirt en de, het blauwe shirt van vorig ja, jaar. Ja. Dat was rond de 5000 euro bij elkaar, wat ik toen heb uitgegeven aan ja. die dingen. Ja, dan moet je ook maar zien terug te krijgen. Mm -hmm. Ik weet dat de investering in het begin iets korter, iets minder was. Die was volgens mij 3000 euro. Want we hadden wat minder truien laten maken. Toen hebben we het wel nog bedacht om nog een keer truien opnieuw te laten maken. Ja. Zodat we uh, aan de vraag die er was. Konden voldoen. Eigenlijk kan je bij de producten die wij hebben de kostprijs makkelijk berekenen door, dat weet je nu dan uiteindelijk ook, door een product gedeeld door 2,5 en bij sommigen is het gedeeld door 2 te doen. Dan weet je wat ongeveer een spel of een maar is dat bij alles kom. zo? Want jij zegt toch ook soms moet je op bepaalde producten inleveren. Ja, dat, dat, dat heb ik dus gedaan. Inderdaad, daarom heb ik bij sommige keer twee gedaan. Of zelfs bij sommige keer 1,75. Ja. ja. Omdat je dan toch denkt: van op die kan ik dan iets meer verdienen. Maar um, want je wilt niet truien aanbieden voor 80 euro. Nee, nee, ik moet hem inderdaad trouwens voor 80 euro. Die caption moet ik eigenlijk voor 80 euro aanbieden. Ja. Ja, en ik doe het nu voor 69. Mm -hmm. Omdat ik vind dat. 79, 95, gewoon echt... Ja, dat vind ik gewoon te duur. Zou ik zelf ook niet voor betalen. Nee. Ik kijk heel erg naar wat ik er zelf voor zou uh, ja. betalen. Wat ik er uh, aan uit zou geven. Dat vind ik dan wel op zich netjes om daar dan te blijven zitten. Nou denk je natuurlijk, joh, maar jullie hebben ook die spellen gedaan. Dat klopt. Uh, we hebben een spel op een gegeven moment uh, zijn we gaan ontwikkelen. Dat was in juni vorig jaar. Uh, dat we ineens tot het idee kwamen van joh... Eigenlijk is er geen uh, vraagspel over mentale gezondheid. Nou, ik snapte ook op zich wel waarom die er niet was. Omdat het best wel veel geld kost om dat te laten maken. Ja, nou hebben we de, de, de luxe dat uh, jij kan vormgeven en dat ik kan tekenen. En dat we heel veel, eigenlijk bijna de hele productie ja. zelf kunnen doen. Behalve de drukken zelf. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk, als de eerste druk van het spel. Ja, ik ga echt open met jullie zijn. Want ik vind het gewoon interessant. Ik vind het namelijk jammer dat niemand. Prijzen deelt uh, online omdat je dan, uh, ja, ik weet niet, wat wat zal dat zijn eigenlijk? Waarom mensen daar niet open over zijn? Ja, sommige mensen denken misschien dat ze dom gevonden worden als ze heel veel investeren maar niet terugkrijgen. Uh. Anderen die uh, vragen de hoofdprijs terwijl ze een investering niet zo hoog was. Ja, absoluut. Dus ik, ik denk dat, 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 dat het misschien een, is. Ja. Maar jij kan er wel eerlijk over zijn, omdat jij gewoon een normale prijs vraagt, toch? Ik... Pra ik vragen een hele normale prijs. Voor sommige dingen zelfs te weinig. Voor het spel vragen we eigenlijk te weinig zelfs. Ja, nou ja, dan reken je in de rekening niet eens mee... de verpakking en de verzending natuurlijk. Nee, nee dat reken ik niet eens mee. Daarom nee. zeg ik, het, het doet weinig eigenlijk. Maar ik vind gewoon sommige prijzen vind ik netjes. En, en het spel is al duurder geworden... omdat het drukken van het spel van de tweede keer... al duurder is geworden. Maar goed... Is alles wordt duurder. Ik, ik weet nog dat we dus zijn gaan opvragen hoe duur het was... En dat dat op 5.650 euro voor mij was het exclusief btw inderdaad. Ja, je hebt gelijk. Ja, ja was daar schrok je heel erg van. Ik schrok, ja, ik schrok je heel erg van. <laughs> maar ik wilde gelijk duizend doen, want ik dacht van dit, dit idee is gewoon zo goed. Dit moeten we gaan doen. Um, ja. Toen hebben we in die zomer een klus gedaan voor een bedrijf, mm -hmm. afgezien van YouTube. Want de investeringkosten die ik doe, wil ik wel ergens uit hebben gehaald. Dus voor geld wat gewoon. ik niet, ja, wat ik niet ja. heb, wat ik niet per se. Ja, ik heb het wel nodig, maar. Het is extra geld, dus buiten het kanaal voor een bedrijf... en moesten we social media posts maken. Uh, en dat was nog niet genoeg, maar kon ik kon in ieder geval... een soort van uh, het gat een beetje dichten, mocht het dat niet je er verkopen. Iets beter gevoel over. Dat je er iets beter gevoel over had. Uh, toen hebben we aan het einde van de zomer hebben besloten... we gaan het drukken. Toen hebben we het naar de drukker gestuurd. En we hebben eigenlijk binnen een maand heb ik moeten besluiten om het te doen. Ik dacht, het is heel veel geld, maar ik weet zeker... dit, dit moet iets zijn. Het ja. kan niet anders. Dus toen heb ik er gewoon gel geld overgemaakt en gedacht van oké, okay, we zien het wel. Ja. Kwam binnen waren super tevreden, en we hebben in de tussentijd uh, in totaal nu met het uh, juniorspel rond de 1500 spedden verkocht. Wat super tof is. Waarin je ook zou denken van wow, zijn, hij is binnengelopen erop. Op dit moment zit er nog steeds een groot. Nou, nee, het is wel, nee, niet een groot deel, Maar er zit wel een, een deel eigen geld nog steeds in. Uh, en de winst die ik had gemaakt op het spel, omdat ik ook in grotere getalen het had verkocht. Want hij uh, was 14,95. Maar als je groter inkocht en we hebben wat bedrijven gehad die het toen inkochten, uh, gaf ik daar ook een korting op. Waardoor ik dus niet die 1495 eruit heb gehaald. Bij sommigen had ik er gewoon lager. Volgens mij was dat dan iets van 12 euro per doosje, inclusief de B2's trouwens, allemaal. Dus wat ik uit had gehaald, kon ik niet de winst gebruiken om het nieuwe uh, spel te. Uh, uh, laten drukken. Het was eigenlijk met al het geld wat we al uh, wat ik al had verdiend, maar ook nog een deel van eigen geld. Dus ik denk dat het in het spel op dit moment nog ongeveer 3000 euro van mijn eigen geld zit. Zijn je vader dat? Dat het uh, geen minimaal drie jaar investeren is? Ja, mijn vader zei volgens mij dat het minimaal vier jaar uh, geen winst maakt, voordat het winst gaat maken. En ja. wij hebben eigenlijk tot op nu toe uh, niet een webshop gerund dat die hele tijd online stond en dat het de hele tijd nee, bestellingen binnenkwamen. Nee, omdat wij nog steeds niet op het punt zijn... dat we tevreden zijn met uh, hoe het nu loopt, toch? Nou, omdat wij de productie zelf niet aankonden... en om terug te gaan ja. dan naar de shirts. Op een gegeven moment zijn we dus met een bedrijf gaan samenwerken. Maar nu zijn we op het punt... het, het, het nieuwe item is dat we het gaan uitbesteden. Dat is ja. eigenlijk waar we nu staan. Het is de next step. Dat is, ja, dat is echt de next step. Uh, we zijn... Um, Kijk hoor. Ja, volgens mij in mei zijn we daarmee begonnen om dat over te dragen. Mm -hmm. we, hebben een, uh, we hebben nu ook een doosje wat we kunnen aanbieden. Uh, dat, daar krijg je het in geleverd. We hebben een. In de boord van de, van de shirt zit nu ook een uh, label. En het wordt echt netjes gedrukt. Het wordt allemaal. Echt Super tof, het is wel echt leuk om te zien dat het van zoiets naar steeds meer wordt. Ook. Ja, we zijn eigenlijk van de cricket zijn we gewoon doorgegroeid naar toen op een gegeven moment zelf investeren. En ja, nu, het die cricket ook heeft zelfs... ook nog steeds een plek, maar harder. Ja, dat was al het had wel iets leuks inderdaad. Ja, zo. dat je het helemaal zelf kan doen ja. en uh, dat dat ding gewoon lekker staat. Uh, dat was ik zo geluid, hè? ja. Cricket, ja, ja. Dus had je soms een uur lang zat je in dat ge. <laughs> en waarom, en we de, waarom we de cricket hadden gedaan, was oorspronkelijk omdat we meerdere designs wilden doen. Maar we merkten omdat die overprikkeld heel goed liep dat we niet toekwamen aan andere designs ook. Nee, maken. maar wat met die cricket hel is natuurlijk, je kan maar één kleurtje ja. doen. als je meerdere kleuren wil doen, moet je het allemaal heel netjes op elkaar leggen en zo. Ja. Dus uh, de mogelijkheden waren wel heel beperkt. Dus dan was het wel ideaal voor wat wij deden. En nu zitten we dus op het moment dat we dus inderdaad de overdracht, en dat heeft even geduurd, denk ik op twee maanden. De labels moesten gemaakt worden, ja. ja, moesten goede, Moeten ze zeker weten dat de kwaliteit ook goed was en alles. We hebben nog steeds de shirts, Stanley Stella. Het is nog steeds het duurste, want er werd ook gezegd van... ja, maar jullie kunnen ook goedkoper gaan. Maar we weten, met autisme vooral, ja. dat het heel belangrijk is... om een bepaald soort kwaliteit te hebben in je shirt. Nou, je hebt natuurlijk ook gewoon veel stoffen die bijvoorbeeld chemisch gewassen zijn. Dat soort dingen. Mm -hmm. En dan kun je natuurlijk meer irritatie in je huid krijgen. En autisten zijn nou eenmaal wat gevoeliger. Mm -hmm. Ik ben er zelf ook één natuurlijk, voordat we... Wat je denkt van, uh, ja, van je? praat ze ja. Maar uh, je, <laughs> je kunt wat uh, gevoeliger zijn daarvoor. En dat vonden we dan wel belangrijk om het gewoon echt goede kwaliteit te doen. Ja. Dus de overprikkeld items willen we zo min mogelijk overprikkelend maken. Ja, dus die blijven ook dezelfde kwaliteit shirts. In, in de toekomst zullen van sommige anderen wel gaan afstappen van het merk, omdat het gewoon echt. ...te Duur is voor de dingen die we soms willen maken, ja. Ook bij dit nieuwe bedrijf, zeiden ze ook tegen ons: Dat is meer dat dat kan je voor veel meer geld aanbieden. Dat doen de meeste mensen ook? Ja. Vandaar dat het misschien ...het is niet echt een logische keuze, maar ja, we hebben gewoon gegoogeld op biologisch en ja. uh, dan is dit het grootste merk, ja. En het beste merk, het inderdaad, beste ja. merk, ja. omdat er heel veel mensen zijn die waar ik aan het begin zei van dat ik in detail zou uitleggen hoe en wat, ga ik toch nog even wat cijfers benoemen aan het einde. Um, want ik denk dat toch mensen best wel geïnteresseerd zijn in wat nou uiteindelijk uh, totaal verkocht is, um, um, wat ik er heb geïnvesteerd en wat we allemaal moesten kopen om het allemaal te kunnen sturen en zo. Nou, in totale omzet aan verkoop van de afgelopen anderhalf jaar hebben we 37.414 euro. Uh, ik heb deze cijfers ook nog nooit gehoord, hè? Nee, weet ik. Daarom zeg ik het niet. <laughs> Um, dat is dus alles. Dus dat zijn alle shirts, alle prints, alle, alle, alle spellen. Dat is gewoon wat er, wat er verkocht is. en Er uh, ja. gaat er niks van af. Nou, daar zit dus ook verzending bij. Van 5200 Oh, uh, dus dat is, is gelijk weg natuurlijk. Ja, ja. ja niks snappen. Ja, okay. uh, daar zit belasting bij van 5128 euro. Uh, daar zitten uitgaven van. Uh, nee, ja, trouwens wel. Daar zitten kosten van molly bij. Vier, uh, Ruim 500 euro. Uh, verpakkingsmaterialen, ruim uh, 1500 euro. Uh, Dan heb ik ook nog uh, verzending inkt, heb ik zelfs nog uitgerekend. Daar hebben we bijna 100 <laughs> euro aan inkt alleen al uh, gedaan. Verzend papier, dus alle labels die we hebben gedaan, dat is bijna 60 euro. Alle uitgaven die ik heb gedaan um, ja, aan boeken, aan uh, shirts, aan samples, aan spellen, aan alles, was 18.000 euro. Oké. Okay. Dus klinkt goed. Dat is alleen dat, hè? Ja. Dus dat is nog niet uh, de hostingkosten. Want uh, de hosting, daar ging heel vaak iets mee fout. Ja, 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 daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar daar ging heel vaak iets mee fout. Moest ook steeds meer extra bijbetalen. betalen. Webshopkosten. Uh, wat ik nu heb uh, en wat ik toen had. Was in totaal, uh, heb, ben ik daar nu 1500 euro ook aan kwijt. Uiteindelijk alles bij elkaar gerekend. Ik heb alles opgeteld, alles afgetrokken. Uh, ook de, de machines die ik heb moeten kopen. Alle. Uh, uh, ja persen en alles, uh, hield ik per maand een bedrag over waar nog belasting over trouwens moest betaald worden. Uh, oh nee, wacht. Nee, dat heb ik ook zelfs berekend, blijkbaar. Oh, wow. Uiteindelijk hield ik over, als de belasting eraf was, Ja. wat ik aan personeelskosten kon uitkeren, uh, is een bedrag van 558 euro. Per wow. Maand. Nou, dat was het wel maar waar, toch? Um, nou ja, op zich... Nou ja, weet ik niet. Dat is wel echt. <tie> ik de denk veel dat. Me, werk dat heel veel, ging ik zitten. denk dat inderdaad de hoeveelheid werk ook alle, Met alle promotiedingetjes die we hebben gemaakt en alles bij elkaar. Als je dan erachter komt dat je in anderhalf jaar tijd. 558 euro hebt overgehouden aan de webshop. Dat is niet veel. Nee. Nee. Maar. Dat is ook het hele investering. En daar heb ik nog niet eens dan de investeringen bij. Hè? Maar dat is ook wel, denk ik, een heel realistisch beeld, zoals het bij ons gegaan is. Ja, dat denk ik wel. En dat, dat is ook de reden waarom ik die cijfers ook wilde delen. Ja. Je gaat op een gegeven moment echt denken dat jij iets verkeerd doet, denk ik. Ik dacht wel op een gegeven moment: wat doe ik nou verkeerd? Waarom ben ik zoveel geld kwijt en waarom? Ja. Mijn marges zitten gewoon niet heel hoog. Als ik heel eerlijk ben, heb ik nu uitgekeken wat ik aan. Een shirt bijvoorbeeld verdienen is het 10 euro per shirt. Uh -huh. uh, dat is dan inclusief nog btw of, of 12 euro per shirt, volgens mij zoiets. Yeah. Um, als ik grotere getalen ga doen, verdien ik meer. Dat zeg ik je eerlijk. Yeah. Als ik boven de 100 uitkom per item, ga ik meer verdienen. Als ik uh, uh, nou, nog hoger, als ik boven de 1000 per item ga komen, dan ga je nog veel meer verdienen, maar in het begin verdien je echt niet zoveel. Aan die spellen hebben we ooit eens een reactie gekregen. Vindt jammer dat je geld verdient over uh, over, uh, over de, de rug van mentale over gezondheid. Over de rug van mentale gezondheid. Dat is echt iets wat heel erg lang in mijn hoofd is blijven behalve zitten. Behalve hoe die precies uh, gesteld werd, maar. Ja, ja, dat rare, maakt niet zoveel uit, maar het is rare een rare reactie. reactie. Maar uiteindelijk, ik heb tot op de heden nog steeds niks verdiend aan het spel. Nee, dus ik zei ook tegen jou, stuur dan terug. Zodra ik geld ga verdienen, laat ik je te weten. <laughs> en dan gewoon de hele tijd niks laten horen, want het is er nog steeds niet, toch? Nogmaals, hè, dit is alleen maar wat ik met jullie deel. is alleen dus maar, maar omdat ik het gewoon, leuk vind om ja, te delen, om het ja. interessant vind om te delen. En niet om zielig te doen, uh, want het is nou eenmaal een keuze die je zelf maakt. Nee, maar het is wel een realistisch beeld. Voor als je denkt, ik wil graag een webshop starten, want ik zie wel altijd heel veel webshopjes uit de grond uh, stampen, mm -hmm. vooral kledingdingetjes. Mm -hmm. um, ik denk dat dat daar te makkelijk over gedacht wordt, ja. dat het te makkelijk geld te verdienen valt, ja. terwijl um, het is niet alleen maar uh, inkoop en verkoop. Voor heel veel mensen is het gewoon heel veel werk en dan uh, is het heel veel hobbymatig. Voor ons, voor mij is het heel veel hobbymatig. Mm -hmm. uh, als ik echt goed geld zou willen verdienen, dan ja, dat ja moet je serieuzer en professioneler gaan aanpakken, ja, denk ik. Ja, eigenlijk wel. Om, ja. Dit, om dit sustainable te houden, om er echt, echt iets moois van te kunnen maken... moet je eigenlijk op een gegeven moment van die snijplot eraf... en op een gegeven moment toch echt gaan investeren in andere soort dingen. En dat is ook... En risico's nemen, grote ja. getalen inkopen, terwijl je het eigenlijk niet wil. Maar dat is ook natuurlijk een... Uh, ja. een hoe noem je dat? Een bewuste keuze dat we dat niet doen. Uiteindelijk... Vinden we het superleuk om te doen. Vind ik het superleuk om te doen. Kunnen we eindelijk dingen uitbrengen die we zelf heel erg leuk vinden om te maken. Hangt uh, er eindelijk werk van mij bij iemand thuis? Ja, ben je ook Een jaren van, droom ook. van me geweest. Ja. Ja, ja. ja dus... Um, oh, dan zal ik ook nog even zeggen wat we nou hebben verkocht. We hebben in één jaar tijd... Dat was dan in één jaar tijd deze. Yeah. Uh, we hebben 1185 uh, bestellingen gehad. Mm -hmm. En hebben we 1616... Verkochte artikelen verkocht. 16,16? 16. Ja, 16,16. 16. Wow. En een gemiddelde bestelwaarde was 22,78 euro. Ja, ja, precies. Nou, klinkt goed. Leuk toch? Ja, ik Interesse. vind het sowieso allemaal heel leuk om te doen. Ja, ja dit en we blijven dit ook gewoon doen. En nogmaals, eh, zie je ja, ons niet als je, uh, nee. iets uh, als, 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 als dat we zielig willen doen, nou, dat je zielig mij, doen. Mij mag je wel zielig vinden, maar in die is een. Uh, uh, een keiharde man. Nee, voor jou is het heel anders, toch? Voor mij is het uiteindelijk, ik maak leuke dingen en uh, voor jou is het veel meer investeren, risico nemen. Ja, je weet hoeveel uh, kopzorger de uh, afgelopen uh, maanden ja, heb gehad. Dat hele onderdeel mag ik gelukkig aan jou toelaten, omdat het echt jouw bedrijf is. Ja, ja, um, ja. Dat, uh, dat is wel gewoon een hele andere manier van dat je erin zit natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Um, maar we gaan er wel mee door. Want uh, we hebben een nieuwe stap gezet en ik was er heel erg bang dat die stap misschien niet helemaal de goede stap was geweest. Nee, je hebt je wel veel, flink ja. druk gemaakt. Ja. Trom, dat is ook een van de redenen waarom ik de afgelopen tijd uh, bedacht dat ik iets minder video's moest maken. Omdat ik gewoon zoveel kopzorgen over die webshop had. Ja omdat ik het gewoon heel graag wil laten slagen en gewoon op een gegeven moment uh, een inkomstenbron laat uh, worden in plaats van dat ik uh, promotie hoef te maken online mm. voor andere merken dat ik gewoon mijn eigen merk gewoon steeds kan ja promoten. precies want uiteindelijk ben jij goed in promotie maken voor andere merken maar waarom zou je het niet voor je eigen merk kunnen ja. doen ja omdat het dan het is natuurlijk heel het is het een heel ander risico aan ja ja. En uh, ik wil nog wat vragen aan jou. Ja. Hoe weet je nou of je te snel groeit? Of je te snel bepaalde stappen neemt? Ja, dat, je, dat bedrijven te snel groeien of zo. Dat bedoel je. Nou, meer dat je denkt van de stap die we nu hebben genomen met deze drukker die je dingen uit de handen gaat mm. nemen. Hoe weet je nou dat het een stap is die logischerwijs daar aankomt? Uh, of is het gewoon maar een gok? Dat is deels een gok en deels omdat uh, overprikkeld items uh, populair zijn. Ja. Omdat we per item toch wel. Op nou 100, 200 weg kunnen doen... denk ik dat daar een groeimogelijkheid zit. En nu promoten we het eigenlijk alleen nog maar bij kijkers. Ja. En we willen eigenlijk daar buiten gaan, ook met het spel. We willen gewoon sowieso wat uh, breder gaan adverteren. Als het bij een kleine groep mensen al goed werkt... dan kan het niet anders zijn dat het bij een grotere groep mensen ook goed kan werken. Dus daarom denk ik dat deze stap wel goed is. Want als we het zelf zouden blijven produceren, zouden we dit denk ik niet kunnen. Maar dat is wel weer een stap, want daardoor kost het wel weer meer. Bijvoorbeeld een spel verdiende ik nu meer aan... Als dat ik dadelijk ga verdienen. Omdat nu er een andere partij tussen zit die ook weer geld moet verdienen aan een pakket die verstuurd gaat worden. Ja. Dus sowieso gaat het mij minder in eerste instantie opleveren. Maar als het goed is, over het langere termijn meer. Ja, omdat je eindelijk de mogelijkheid hebt om te groeien ja. daarin. Dat je naast je eigen publiek ook nog een ander publiek kan aanspreken. Ja. En dat is het doel toch? Dat is het doel. Het he? doel voor de komende, de komende jaren? Ja, jaren, ja. Want ja. we hebben nogal allemaal dingen in ons hoofd. Wat, wat, wat is de toekomst? Wat, wat, waar willen we nog naartoe? Ik ben sowieso nu bezig met een kleurboek ja. uh, voor kinderen, toch? Ja. Nee. Oh, <laughs> sorry. Ook even een uh, lolletje tussendoor. Nee, dit is een serieus, heel serieus zaak, onderwerp. Denk ik denk even een lolletje. Ja. Dat is niet eens nee, een goed lolletje. Wil ik niet. Nee. Hey, nee. maar even tussen jou en mij, dyslexiecollectie. Ik wil eigenlijk uh, en dan, uh, ik, ja, een heel grote uh, uh, mentale gezondheidsshop. Het, dat gevoel, is het grootste, ja? het gevoel van dat je daarheen kan als je aan jezelf wil werken of iets bepaald een bepaalde boodschap wil uitdragen. Dat gewoon eigenlijk. Dat, daar wil je naartoe werken. Ja, dat is toch wel een mooi idee. Maar dan mag ik dan nog wel een poppetjes poppetje stekenen? Ja, tuurlijk. Is ja, toch mijn ook op het spel? Wat heeft mijn kleurboek? Ah, wacht. Dat is, wel, dat is wel voor een kleurboek. Een kleurboek is relaxatie. heel. Ja, kan heel ontspannend zijn. Ja. Ik heb zelf ook wel eens gedaan. Hoor. Nou ja, dus uh, kleurboek, dyslexiecollectie. Ik heb al vaker in mijn DM gekregen. Ja, kunnen jullie niet iets met ADHD uh, qua. Mochten daar mensen ideeën voor hebben, laat vooral weten. We, we hebben zelf geen ADHD, dus dan hebben we wel echt iemand van buitenaf nodig ja. die dat. Uh, die daarmee uh, ja. brainstormt met ja. ons. Uh, wat hebben we nog meer? Op de stapel staan. Nou ja, sowieso het spel wil ik uh, naar uh, bedrijven of naar uh, winkels toe doen. Ja. Dat wordt een hoop gedoe, maar dat ga ik ook proberen. Maar het is uh, wel een leuk idee dat mensen het ook gewoon buiten de webshop om ja. kunnen kopen. Ja, zeker. Um, en het werkt ook, want we zijn bij de Swan Market geweest uh, een paar mm -hmm. weken terug. En dat liep echt supergoed. Als een tiet, wilde Als ik zeggen. Als een tiet, inderdaad. Ja, ik denk dat ik alles verteld heb wat ik wilde vertellen. Heb jij nog een snackje van de week? Snack van de week. Ja. Ja, ik mag niet zoveel meer eten. Hoezo niet? Ja, ik ben even gestopt met uh, koffie. Ja. Vanwege de cafeïne. Ja. Nou, eigenlijk vanwege mijn stoelgang. Too much information. Ik weet wel trouwens wat jouw snack van de week is, hoor. Ja, wat dan? Dat ja, was, was mijn snack van de week een paar weken terug. Oh, wacht even. Ik heb iets. Oh, die koek. Die koek bij de Roladin. De koek van ja, Roladin. Ja, maar echt die koek. Als je een keer in de mal bent, wat volgens oh. mij bijna iedereen wel eens geweest is nu ja. ondertussen... Uh, dan heb je boven zo'n foodcourt en dan zit er zit Rolad in. Ga die chocolate chip cookie halen. Jongens, echt. Dat is echt de beste koek die je ooit in je leven gaat eten. Dat, Dat is echt weet ik bijna fantastisch. zeker, inderdaad. Ja. Nou moet ik wel zeggen, ik wil heel graag nog een keer naar het koekenmannetje in. Uh in, uh, ja, maar dat is volgens mij gewoon echt een hype Amsterdam, ja, ik wil het toch proberen. En in Leiden koeken, heb je ook Als ik die koeken zie op ook op uh, ja of op in de video's, dan denk ik ja, dit kan toch niet beter zijn dan Roladin? in. Ja, ik vraag het me ook af. Ik denk ik het niet. Maar laten we een keer gaan doen, ja. Laten we een keer gaan doen. Want ja. je hebt in Leiden heb je dus ook bij station vlakbij station ook een koekhuisje uh, uh, langs het water. Ja. Dat zei R Lennart dat dat heel dus leuk was. Dat zie ik ook weer een hele rij. Ja, dat viel wel mee. Ik hou er nooit zo van. Ik wil ook. Ik wil een eigen vet gezellig Kooi Koik? En dan een kaneelkooi ik zeker. Oh. Ja, er is dus wordt te weinig kaneel gebruikt in de wereld. Sowieso. Nee, nee, dat is <laughs> echt voldoende kaneel in de wereld. <laughs> Willen we nog het mentale gezondheidsspel doen, of niet? Oké, okay, ik ga voor jou een kaartje trekken, ja? Jij gaat voor mij een kaartje ja. trekken. Dit spel is dus ook via de webshop te koop, jongens, ga naar de webshop. Vorige week gaf ik jullie een kortingscode, een Vetgezellig podcast. Die kan je dus wel toepassen op. Uh, het spel niet op de andere items. Wat um, wel een beetje jammer is, is dat er mensen zijn die dus een, natuurlijk ook een 10% kortingscode kunnen krijgen van uh, de vetgezellig club als ze ja, 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 maar deze kortingscodes werken niet bij elkaar, dus je moet de een of de ander gebruiken. Dus Oké, okay, en je hebt dat wel toegevoegd, die kortingscode, of is dat weer ja. aan mij de taak? Nee, dat moet jij nog doen. Maar. <laughs> nee, ik denk al, om het <laughs> allemaal zo mooi te vertellen. Welke eigenschappen wonnen je bij anderen die je zelf niet hebt? Moet hij hard nadenken, hoor. Ik heb alle eigenschappen. Nee, al. ja, maar ik weet niet wat ik bij anderen bewonder. Dat is meer. Echt? Nou, dat weet ik wel. Ik kan voor jou wel invullen. Wat dan? Ik denk. Um... Ik heb zoveel. Schat, dit is helemaal in mijn handen. Kijk, hoofd, ik je... vind zelf dat je dat wel hebt, maar ik denk hmm. dat jij um, jij um, ris risico's nemen. Oh ja, risico's nemen. Ja, ja, ik denk dat jij jij bent heel uh, wordt daar heel erg zenuwachtig van. Ja. Kan er helemaal aan onderdoor gaan. Zo, ik had hem goed beet. <laughs> kan er helemaal aan onderdoor gaan yeah. um, als je een investering moet doen. Ja. En dan zie je sommige mensen die, die dat gewoon heel Ook makkelijk waarschijnlijk doen. waarschijnlijk is dat vaak inderdaad, ja. Ik denk dus, dat jij wil zou wat op wat op... Meer, uh, dat wat meer los willen laten, toch? Nou, ik zou gewoon sowieso wat minder gespannen willen zijn. Ik denk dat dat, ik dat ja, vaak bij mensen Gespannen die... bij uitgavens. Nou, gewoon bij het leven aan zich, hoor. Ja. Um, maar inderdaad, uh, financieel, nou, uh, keuzes maken. Ik denk dat ik dat ik soms al, um, ik kan wel keuzes maken op klein niveau, maar op groter niveau, op hoog niveau. In de ja. zin van veel geld, als dat ermee gemoeid is, dan vind ik dat wel heel lastig. Ja, je moet ook gewoon minder naar mij luisteren in dat geval. Dat ik zo. heb jij wel eens keuzes laten maken. Ja. Nee, joh, doe gewoon 50, dan heb je minder risico. En dan... Uh, dan 50, hè? Ja, ja, die nou planners. Weer? die planners. Oh, ja, 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 ja. ja. En uh, dat jij toen 50 hebt gedaan, dat je, zei, en dat je na afloop de achterkant ik had makkelijk 100 kunnen doen, ja, terwijl hadden maar... wij weer dikke, uh, fit, fit, ja, ja, fit. Ja, ja. Jij wilde met het spel ook niet dat ik er 1000 ging doen. 500 zeker. Ja. Ja. 250, 500. Ik zeg nee, dit gaat sowieso over. Ja, goed ik, vond dat zo, ik vond dat zo. Kijk, en ik heb dat nog erger dan jij, denk ik. Inschatten, nee. risico willen nee. nemen. En dan is het nog niet eens mijn geld. Nee. Maar goed. Dit was dus alles. Um, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik ben benieuwd of je tot hier bent gekomen. Ik heb deze video vooral gemaakt voor mensen die denken van ik wil wel misschien zelf iets. En laat het je trouwens niet ontmoedigen, want ik ben ook begonnen. Daarom begon ik ook met uh, 25 shirts en dat soort dingen. Weet je wel, dat verhaal, daar kan je mee beginnen. Op een gegeven mm -hmm. moment uh, verzamel je uh, in de loop van de tijd uh, geld om op een gegeven moment weer te kunnen investeren. Ja, Dan je kosten het zullen ook minder hoog zijn. zijn natuurlijk als je kleiner begint. Ja, begin met Shopify hoeft ook niet zoveel, zoveel met, geld te kosten. Begin toch? met 10 items. Ja. En, en ga daar kijken of mensen dat leuk vinden. En dan kan je ja. op een gegeven moment gaan. En dat was in het begin ook toen wij begonnen met die, met die overprikkeld shirt. Hebben we er ook niet gelijk superveel gedaan? Probeer het klein aan te pakken. En ik denk dat dat een beetje de les is. Laat je niet tegenhouden doordat ik zeg dat ik 20.000 euro heb geïnvesteerd in een webshop. Maar laat het juist de motivatie zijn dat je op een gegeven moment misschien dat zou kunnen doen. Nou jongens, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat dit een beetje een samenhangend verhaal was. De volgende podcast wordt weer uh, Guilaine die de lolbroek gaat uithangen. Zij gaat namelijk het onderwerp bedenken. Nou, ik moet zeggen, ik vind het toch wel wat prettiger als we gewoon wat luchter halen. Ja, maar ik wilde Het gewoon... hele gezwets over dat geld de hele tijd. <laughs> ja, maar het is toch een keer interessant. Anders. Moet ik, ik wilde een keer een video over maken, maar ik denk, ja, het is veel handiger om een podcast. Nee, het, het kan is veel uitgebreider. Uh, ja, zijn. maar ik vond het ook interessant om te horen. Um, maar iets meer lol erin. <laughs> maar iets meer gewoon uh, een beetje humor erin werpen, ja. schat. Ja, nou, kan, je, kan je hem nog een keer opnieuw doen? En Aan... ja. nou, ik heb 20.000 euro in mijn... Uh... <laughs> Bedankt voor het luisteren tot de volgende keer.